Hé joh, je gaat ook niet op mij richten, hè? Ik heb ook weer aan de veste aangetrokken, want we gaan ze meteen een BTV uitvoeren bij iemand die gezocht wordt voor een gewapende autodiefstal, overval, iets. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD for Amor. En vandaag gaan we op pad met Wim. Een van mijn... Net had ik nog een tatoeage. Wacht even. Ja, want ik ben dus echt net gewoon een half uur bezig geweest met mijn eigen video's terug te zoeken, terug te kijken. Omdat ik niet meer wist welke tatoeages ik had. Ik had geloof ik zoiets, zoals dit. Dus nou, bij deze, hij is anders wat aangepast als hij toch anders blijkt te zijn dan voorheen. In ieder geval, wij gaan de straat op met de Touran 2016. Zonnig weer, lekker man. Steekvest, korte mouwtjes, tatoeages dus weer zichtbaar. Fresh chapsel. En het grappige is, deze video komt voor mij dus ook morgen online. En dat houdt in tot het, ja, wat het nu is, de weersvoorspelling, geeft aan tot het woensdag 30 januari weer ging sneeuwen. Dus ja, het is te zien hier, wij lekker met korte mouwtjes. In ieder geval, wij gaan lekker de straat op. Ik heb een nieuw opnameprogramma. Enfin, nieuw. Die had ik al, maar ik gebruikte hem niet. En waarom nou? Omdat bij mijn laatste video's merk ik gewoon, dat is gewoon een feit, tot ergens tijdens het midden van de opnames de opname vasthangt, de audio 2 minuten vooruit springt en de rest van de video verpest is zodat de audio voorloopt op het beeld. Dus wat je dan krijgt, als je de sirene aan zou zetten, nu staat hij aan. Oké. Staat hij aan, maar vervolgens horen jullie hem nu pas, ik zeg maar iets, terwijl hij nu weer niet aan staat. Meteen achtervolging hier zit te zien. Yes, achtervolging. Even mijn stuurpunt zetten, hè. Zo. We gaan wat eenheden erbij die achter die andere auto aan kunnen. In ieder geval, de audio liep dus niet goed. En dat was jammer. En dat is ook niet leuk kijken. De ene is al ontsnapt en de andere gaat zo te zien ook ontsnappen. Oeh, dat scheelt heel weinig. Nee, ik ga geen risico hier nemen. Ik zie dat ik hem wel erbij kan houden. Maar ik weet dus niet hoe dit loopt. Ik heb nu wel last van lag helaas. Dus ik hoop niet dat dat heel erg te zien is tijdens de opnames. Of tijdens dat de video online staat. Zowel, ja, dan moet ik een keuze maken of ik deze video daadwerkelijk online ga zetten. Of dat ik denk van nou laat maar. Dus nou, zoals ik wel vaker zeg. Als jullie het nu dus horen dat ik dit zeg. Dan heb ik de keuze gemaakt om het toch te uploaden. Nee. Au, ja, dat voelde ik aankomen. Maar dus, samenvatting, audioproblemen met het oude of met mijn huidige opnameprogramma, dus ik heb maar een nieuwe geprobeerd. En het was bij mij al bekend, ik weet niet hoe het komt. Komen de collega's weer. Oh.
Maar je zet wel eens knipperlicht aan, zag ik. Uitstappen. Hier komen uitstappen. Oh, dat is een vrouw, joh. Is ze dood? Oh, nee. Veel aan de collega's. Verdachte aangehouden, we gaan de schades opmeten. Eén tran. Nou, ik kan er nog wel mee door. Twee tran. Kan er ook nog wel mee door. Ah, ja. Audi. Kan er niet echt mee door. Nee, niet mijn probleem. Maar ik ga nou toch een transportje. Oh, dat was een vrachtwagen assistentie. Hoi. Goed, dan gaan wij terug richting de stad. En ja, fix en clean maar even, dan ziet hij er toch wat mooier uit. En we eens kijken of we nog meldingen krijgen. Dispatch calling unit 6, ja, deze gaan we eens kijken. Citizens reporting a suspicious person. Melding van verdacht persoon, mogelijk dakloos. Geet u alsjeblieft prio 2. Nee, gewoon prio 2'tje, dus we zijn toch in de buurt. Gaan we meteen even een kijkje nemen. Geen haast dus. Wat ik jullie al kan gaan zeggen, over een aantal dagen komt er wel een gave video online. Dat is namelijk met de ME, de mobiele eenheid. En wacht even, hij heeft iets vast. Hij wil iets doen. Met de mobiele eenheid en we gaan in ieder geval wat gele hesjes in elkaar mappen. Kan ik jullie vast vertellen. Oh nee, oeh, nee, oeh. Oké. Okay. Bedankt meneer. Staan we hier, ja. Wow, 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 wow. Laat vallen. Laat vallen. Op knieën. Laat vallen. Goed zo, op knieën zetten. Elke verdachte beweging wordt er nog steeds geschoten, heb je het begrepen? Oké, ik heb het veilig gesteld. Weet je, ben aangehouden. Niet aan het verplicht, je krijgt een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Dat mag. Ja, een transportje deze kant op. Ik ga nou even verjeren, heb dingen bij die bij me hebben. Waar ik mezelf aan kan verwonden. Vertel me dat nu. Camera aan de telefoon. Misschien even uitzoeken of deze gestolen zijn. Hij is. Nou, ID klopt ook niet helemaal. Hij zou dus 19 moeten zijn. Ah, daarachter wordt geschoten ook. Het gaat hier wel lekker. Ja, daar rent een beest. Hier zit iemand te schieten. Hey, ewa. Ja, jij hier, kom. Ja, aan de. Hij blijft even staan. Hey. Laat dat wapen even. Hey, stop eens. Hallo, je mag je niet zomaar gaan jagen. Luister, hè. Nee, je gaat niet schieten. Stop, police.
Hé hey joh, je gaat ook niet op mij richten, hè? Je bent aangehouden. Mogelijk verboden wapenbezit, poging doodslag en dierenmishandeling ofzo. In ieder geval gaan we even kijken of jij hier wel mag jagen. You ain't never getting out of prison. Goed, ook voor hem een transportje deze kant om alsjeblieft. Maar nog wat mee hier op straat, joh. Je moet trouwens ook zo werken. Ik heb een avonddienst over 20 minuten. Maar dan redden we wel. Hé, hey, ik kan nog via Ctrl H geloof ik doen, hè? Of via H. Nee, ook niet. Shift ook. Nou ja, nou, nu gaat hij blazen geloof ik. Ja. Nou, hebben we niet te veel gedronken, joh. Openbare dronkenschap. Neem me mee, neem me mee. Ik ben nou ook die sniper. Ja, mooi man. Ja, dan gaan we nog wel even kijken. Wacht eens. Dan moeten we even snel zijn. Ik heb ook weer aan de vesten aangetrokken, want we gaan ze meteen een BTV uitvoeren bij iemand die gezocht wordt voor een gewapende autodiefstal, overval, iets. Zullen dus mogelijk een voertuig aan de kant hebben gezet, de verdachtes en deze door middel van een vuurwapen hebben gestolen of in ieder geval de inzittende hebben overvallen. Het stuur is chill, maar het vervelendste is, je moet met één hand toch nog kijken om je heen en met je andere handen sturen. En je hebt veel meer grip op dat stuur als je met twee handen hem vast zou kunnen houden. Maar wat je dan krijgt is dat je beeld niet meekijkt. En ik moet eigenlijk zo kunnen kijken tot ik zie wat voor me gebeurt. En niet zo tot ik geen zicht heb, zeg maar. Ze rijden met z'n tweetjes geloof ik. Dat vind je zo fijn. En ik weet niet welke van de twee nou precies is. Deze? Oh, dat moeten we gewoon even. Carbo. Ja, dit is. Ah, dat heb ik er niet meer in staan. Oké. Okay. Dan moet ik het zelf gaan doen. Dan ga ik wel even kennis deze kan opvragen. Oh, die zijn er al. Oh shit, oké. Okay. Je spreekt de politie, uitstap met je handen omhoog. Uitstappen. Handen omhoog. Oh, handig. Hij crasht. Oh, en hij is weg. Zo, verdachte aangehouden dan maar. Nu meteen even force duty. Oh, oh ja, load plugin natuurlijk eerst. Geen kenteken, geen helm. En snelheid zit erop. Collega's komen helpen. En nu blokkeren ze mij ermee. Oh, nu gaan we hier beide gewoon vliegen weer bij de bocht. Achteruit, achteruit, vooruit, vooruit. Lossen we dadelijk wel op, Audi. Even kijken, achtervolging, motor, crossmotor, negeren, stopteken, rijden zonder helm, rijden zonder kenteken. B-klasse afschudden.
Oh, dat ging maar net goed. Gevaarlijke capriolen. Hoe zeg je dat? Capriolen of zoiets, toch? Ja. Of manoeuvres. Hij haalt gevaarlijke manoeuvres uit. Oh, dan gaan wij ook bijna. Snel het gaat rijden en er weer op. En rechtdoor. Hoge snelheid, 110 in het uur. Weer ervoor te komen. Poging mislukt. Maar eigenlijk tot stoppen dwingen door ervoor te gaan rijden en dan te remmen. Dan heb je twee opties, of hij knalt op je of hij remt. En dan kunnen de collega's van achteren misschien beter aanhouden. We kunnen natuurlijk ook niet zomaar van sok rijden. We gaan nu de woonwijken in, dat is ook niet heel mooi hier. Want dit zijn vervelende bochten. Wel lijkt te krijgen. Je kunt beter gewoon in het buitengebied. Hier, ik weet niet wat hier is. Ja, het voertuig is gecrashed. Verdachte is gecrashed. Staan blijven. Ze heeft de woon te voet. Waar zijn die collega's nou? Staan blijven. Wait up! Wow, hold up! Hey, why don't you open the damn door? Ja, mij werkt of niet? LSPD! Don't make me shoot ya! Kom op. Staan blijven. Wait up! Stop! Police! Kom op. Even meewerken. Wow. Hold up! Wait up! Is het maar weer zover dat ik moet zeggen, waarom kun je niet gewoon op E drukken en iemand aanhouden? Waarom moet je nu meer meteen je taser en zo pakken? Het wordt tijd dat LSPD of R 0.4 of wat is dat komt. Dat zou hier ergens in februari gaan komen, dus we wachten er nog maar even af. Goed, ik wil ruim transportje deze kant op. Eén collega vraagt om een assistentie. Ik ga je nog fouilleren, heb je dingen bij die je bij mag hebben? 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Oké, een zakmes nog. Goed, ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat zal... hoeveel is mooi? Ja, dat zal... Ja, ik weet niet wanneer. In ieder geval met de ME. Ik heb in ieder geval druk. En dat, hopelijk begrijpen jullie dat wel. Ik heb een transportje voor deze gast gevraagd. Nou, moet ik nog iets zeggen? Ja, ik heb het druk. Ik moet nu gaan werken, daarom dat de video misschien ook wel wat korter is dan normaal. En ik hoop dat het allemaal gelukt is met het nieuwe opnameprogramma. Jullie gaan het zien. Tot over een paar dagen.